Patiënten met kanker krijgen vaak chemotherapie. Het protocol voor een chemokuur wordt na vaststelling zelden nog aangepast. Toch is er vaak ruimte voor verbetering. Dankzij de inzet van een team van artsen, verpleegkundigen en de apotheek van het Haga ziekenhuis kost de behandeling nu minder tijd en is deze prettiger voor onze patiënten. Het project is ontstaan doordat ik werd gebeld door een verpleegkundig specialist van de longoncologie die tegen een onduidelijkheid aanliep in het Tuning-protocol. We zijn samen om tafel gaan zitten en er bleek inderdaad dat er dingen dubbel in het Tuning-protocol stonden. Dit is voor ons reden geweest om alle Tuning-protocollen onder de loep te nemen. Een goed voorbeeld is denk ik de medicatie tegen de misselijkheid. Voorheen werd die in infuusvorm op de afdeling aan de patiënt toegediend. En tegenwoordig neemt de patiënt die al thuis in voordat ze naar het ziekenhuis komen. Waardoor in het ziekenhuis direct gestart kan worden met de chemotherapie. En de patiënt heeft dan thuis een mooie Baxterrol, kleine zakjes waar de tabletten per toedientijdstip van de dag in zitten. Ja, wat we bijvoorbeeld ook gedaan hebben is gekeken naar de inlooptijden, dus de duur dat een infuus inloopt met chemotherapie. We hebben gekeken, zou dat eventueel sneller kunnen zonder dat de patiënt daar uiteraard last van heeft. En dat bleek in een aantal gevallen zeker het geval te zijn. Dus die inlooptijden hebben we ingekort, waardoor de patiënt eerder klaar is met de therapie en dus naar huis toe kan. Wat dit project heeft opgeleverd is dat de behandeling met chemotherapie voor de patiënt minder belastend is geworden. Dit komt omdat er minder handelingen hoeven te worden uitgevoerd, waardoor de verpleegkundige ook minder infusen hoeft te verwisselen. Er minder kans is op infectierisico en er daardoor meer tijd over is voor de patiënt. Ik ben ervan overtuigd dat dit project zeker meerwaarde heeft voor andere ziekenhuizen. Het kost even wat tijd die je erin moet investeren, maar uiteindelijk levert het heel veel tijd op voor zowel de patiënt als alle betrokken zorgverleners.